Zetten zich achter hun ploeg. De bal van Costa, goed aangesneden opnieuw. De vuist van de lange, Tabeku. Niet voorbij Everton Luiz. En dan krijgen we een rode kaart van Tabeku. Voor Tabeku, beter gezegd. Pirard was daar resoluut in. En dan gaan we nog eens kijken naar die fout. Ja, dit lijkt me te streng.